Een paar weken geleden zou ik meedoen aan een televisieprogramma. Nou, van tevoren even een sneltest moeten doen, negatief. Ter plekke een PCR-test, positief. Hoe kan dat nou? Nou, de dagen daarna nog een flink aantal zelftesten gedaan, allemaal negatief. En ik ken mijn agenda, want die is helaas nogal overzichtelijk op het ogenblik. En ja, ik ben ervan overtuigd dat dit een schoolvoorbeeld is van vals positief. Maar gisterochtend word ik wakker met een rauwe keel en een beetje duizelig in mijn hoofd. Nou, dit is een ander verhaal. Even een zelftest gedaan, negatief. Maar ja, ik heb wel die symptomen, dus een PCR-test. Nee dus, geen PCR-test, want als je positief getest hebt bij PCR, is die in wekenlang nog volslagen ongeldig en onbetrouwbaar qua uitslag. Die PCR-test is volslagen ongeschikt voor waar die voor gebruikt wordt. Nee, dat is geen complottheorie. Dat heeft onder andere de uitvinder van die test gezegd. Dat heeft anderhalf jaar geleden al in alle kranten gestaan. Maar ik heb wel een herstelbewijs. Een bewijs dat ik hersteld ben van iets waar ik nooit aan geleden heb. Dus ik kan vanavond in de kroeg iedereen in zijn bek gaan staan hoesten met ongeacht dat ik ook mankeer. Komen er nog nieuwe afleveringen van Vrienden voor het Leven? Nee joh, wel nee. We leven in een comedy-serie. Daar hebben ze Eddie en Ellen helemaal niet eens meer voor nodig.